een doekje eigenlijk. Oh ja, iets met grof taartwerk in deze video. Ding, zo is dit. Aan de andere kant zou ik ook de corruptie in kunnen gaan en kijken of ik alvast een geweer kan krijgen, zodat we nog op zijn minst een baas misschien deze livestream kunnen doen. Dat zou leuk zijn. Je weet wel, Eye of Cthulhu, maar aan de andere kant, we hebben maar 140 HP. Nu ben jij aan het aanstellen, joh. Ja, moet kunnen. Jij bent een uitsteller. Jij bent een aansteller. Maar jij een uitsteller. En ik een tussensteller. Nee, je komt aan met... Hoe heet dat met dropjes en toffees? Iemand nog een toffees? Weet je wel, er is ruzie. Ja. Goed, laten we naar binnen gaan met een glasje cola. Wie wil? Zit er wel drank in? Nou, voor jou altijd. Gelukkig maar. Jongens, zijn jullie 18 plus? Vergeet niet. Nee. Geniet, maar drink met mate. Ja, drink met mate. Dat is altijd gezelliger dan in je eentje. Ja. Oké, ik snap hem nu pas. Wauw, dat is slecht. Wauw. Wauw. Sorry. Dat duurde wel heel lang. Ja. Sorry. Oh, wauw. Ah. Oh. Nee, jongens, jullie mogen best van mij weten. Ik bedoel, ja, hallo, ik ben een oude Farfetch. Natuurlijk, ik bedoel van 20. Natuurlijk drink ik ook af en toe wel eens een drankje, natuurlijk. Hè. Maar ik ben wel daar heel voorzichtig mee, want... Hallo. Hoi, we zijn aan het livestreamen. Ja, we zijn net over je droogpulling aan het vertellen. Ja, we zijn over jou aan het roddelen. Oh jee. Ja. Dus, want jij klinkt als Jolteon. Of Jolteon klinkt als jou, één van die twee. Oh, dat zo? Omdat hij klinkt als jou. Ja, dus doe mij wat je wil. Maar goed, om er heel eventjes terug te komen van, als ik dus inderdaad, dan drink ik alleen maar als ik dus echt niet meer naar buiten moet. Dus als ik inderdaad met mate ben, ik snap hem nu. En of als ik gezellig met mate dus aan het kletsen ben, zoals nu op Skype dus. Maar ja, nu ben ik aan het livestreamen, dus blijf ik gewoon hartstikke nuchter. Maar tot ik dus echt nergens meer naartoe moet. Want dat is veilig. Want het is niet verboden, maar wees wel heel erg voorzichtig mee. Want er gebeuren echt gevaarlijke ongelukken mee met mensen die er dus niet fatsoenlijk mee om kunnen gaan. Dus. Jeetje zeg, denken we een keertje dat ik ga schelden, begint weer met wijze levensles. Ik zit niet op school hoor. Naar de gang verdorie! Rotkind! Zo. Ach, ja, vandaag mag het een keertje. Pokémon mogen ze het ook zeggen, dus wij ook. Ja, nee, dan is het ettertjes en zeg het nou ook. En dat rotjoch. Dat rotjoch. Oh ja, dat rotjocht, ja. Hier, zelfs Pokémon zegt het. Ja, dan is het goed gekeurd. Nou ja, er zit een waarschuwing op, dus maakt niet uit wat ik zeg. Dus, als ik nou bij wijze van spreken gewoon zou zeggen... Wat serieus, dat mag ook al niet? Nee. Is dat wel onzin? Ik heb toch een waarschuwing gegeven? Ja, ja. Maar er zijn grenzen. Ah, mijn inventory zit vol. Ja, maar grenzen zijn er toch om overschreden te worden? Ja, behalve als het echt te ver zou gaan. Ja, dus. Er zijn dingen die nog steeds te ver gaan. Want we hebben al een paar grenszoekers gevonden en die zijn erachter gekomen inderdaad met de time-out banner. Ja. Die hebben direct een time-out gekregen. Met de living room kunnen we ook hele leuke kamers maken. Ik denk dat we op zich best wel leuke dingen kunnen maken op het moment. Want we hebben de living room wand, we kunnen daar een boom bij wijze van spreken maken. Met hout kunnen we meubels maken, we hebben... behoorlijk veel decent stuff gevonden waar leuke dingen mee gemaakt kan worden. Ah, het is niet zomaar een Lucario. Het is een Leroy. Ja. We zijn de Leroy. Ah. Maar de belangrijkste vraag is, heb je al een appel? Die zitten niet in het spel. Daarom is dit niet te vergelijken met Minecraft! Ja! Kutspel! We horen het. Er is geen appel! Oh, dat wordt de titel. Er is geen appel.
Yeah. Yep, we hebben het. Ja, die depmieren die kennen we wel heel eventjes hier. Want ik wil die stoelen mee jatten, nemen we die deuren nemen we ook gelijk mee. Kunnen we gelijk eventjes een paar huizen maken, komen er op zijn minst eindelijk een paar NPC's bij ons wonen. Die hebben ook zoiets van, nee, bij dat ventje blijven we liever weg. Ja, kijk, ik zou ook bij iemand wegblijven als ze geen appels hebben. Nou, jou dus. Jij hebt ook geen appels. Oh ja? Wat hebben we hier dan? Hoe kun jij leven met jezelf? Ja. Nee, we hebben het over hier, niet over daar. We hebben het over hier. Ja. Ik heb hier geen appel. Ja. Rijf het er maar in, hoor. Jij weet je, Hugo. Ik heb gewoon geen appel voor je. Ja, daarom. Dat hoor ik. Nu zeg je het weg. Ik ga huilen van mezelf. Ligt hier misschien een hardcontainer? Eens even kijken, in dit schap. Oh shit. Boy. Death. Ik heb appel! Sap. Ik zie death. In de vorm van een steen. Pas op voor je dood. Wacht even, hoezo moet je oppassen voor je dood? Sorry, wat is dat? Omdat het maar één keer gebeurt? Nee jongens, mijn langste livestream dat is een 24 uurse livestream. Die heb ik toen gedaan voor het goede doel nog. Dus dat is echt... Maar dat was ook met een hele groep. Dat was toen samen met Gamepit. Of eigenlijk zeg ik liever samen met Brian, want Brian was gewoon Gamepit op dat moment. Ja. En met Brian was gewoon leuk. Ik bedoel, je had nog een andere mafkees en zijn naam spreek ik nog niet eens over. En die deed helemaal niks, dat was alleen maar misbruik maken van mijn studio. Hallootjes. Hallootjes. Hallootjes? Hallo, ik ben Kloontje! Nee. Ik heb geen halo. La 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 la. Als één verschrikkelijk is. Ah, trouwens, ik kan ook even JB'tje heel eventjes iets vragen. JB'tje, echt serieus. Deze livestream wordt mede mogelijk gemaakt door Walibi. Nu in één keer. JB'tje, regel het. Nee. Ja, te laat. Hoezo te laat? Jij woont er dichtbij. Ja, maar het is gisteren voor het laatst gesloten. Dus ja. Ja, dan kunnen ze, dan hebben ze extra tijd om het mede mogelijk te maken. Ja. Oké, okay, nou, als iedereen even op 29 maart komt, dan... Dus op een paar maanden. Ja, als jij de toegangskaartjes verzorgt, dan ben ik er wel. Toegangskaartjes? Ben dan ga je soms doof of zo? Is er iets mis met jouw oor? Hij zegt toch net zelf dat het park nou dicht is? Ja, maar nee, je mag voor mij best naar binnen, maar dat draait niks. Nee, dan krijg je Eddie de Clown en die maakt je dan uit, want die maakt dan van je ingewanden je uitgewanden. Ja, maar ik hoef sowieso niet op de draaimolen te zitten. Ik wil in de achtbanen zitten. Gewoon niet in de achtbanen. Ja. Maar alle achtbanen zijn nu dicht. Het is gewoon niet eerlijk. De achtbaan is een deur. Eerst draait er niks en dan zijn de achtbanen ook nog dicht. Ja, ik weet het. We zijn een slecht park. Nee, dat valt best mee. Wij hoorden het in een livestream wat je over ons park zei. Nou, dus, dit was toch mijn enige seizoen. Kan mij het verrekken. Maar daar gaat de mooie sponsordeal. Bedankt! Daar gaat je bonus. Welke bonus? Kaart. Nou, die is toch afgelopen. Jammer, dag bonus kaart. Oh ja, ik wou glas maken, want we zijn met raampjes bezig. Wat, dat is lang. 3,5 uur? Valt best mee. Jongens, serieus, mijn record staat op 24 uur en daar komen we echt niet aan bij deze livestream. Morgen daarentegen gaan we nog steeds livestreamen, want dat was oorspronkelijk morgen de bedoeling en gaan we gewoon verder met dit. Want modded, ja sorry joh, maar dat idee heb ik nou echt gewoon de prullenbak ingegooid. Het is veel gezelliger. Ja. Ja, maar je had beloofd in de blender. Beloftes passen er perfect in. Eén keer draaien en het is weg. Oh, dat ziet er gaaf uit. Maar wat gebeurt er dan als je twee keer draait? Ja, wel één keer, want trigger de klok in natuurlijk. Maar ik vind dit er wel mooi uitzien. Het enige nadeel is wel... Ik wil hem iets hoger hebben tot het echt gewoon een heel vierkant is. Want nu zit hij wel op de bodem, maar niet daarboven. Dat vind ik lelijk. Nou, dan doe je dat toch. Je bent toch bezig? Jezus, man! Ah, nee, aangenaam. Je beetje. Hi. Maar als jij Jezus wil zeggen, mag dat. Zonder death counter is het ook niet leuk. Het is hardcore!
sommige mensen weten niet wat dat inhoudt. Eén keer doodgaan is klaar. De eerste de beste die nog één keer gaat lopen zeuren over een dead count, dan krijgt Frieda een knal in zijn gezicht. Met vingers toch? Nee, een knal. Vingers. Knal. Jij wil graag vingers, maar die vingers zitten wel gekromd in een vuist. Met een dead count. Ja, maar dan wijzen ze niet. Dus serieus jongens, nog één keer of Frieda gets it. Je zit nou trouwens toch wel in de chat, hè, Frido? Ja. Oké, braaf. Dat je wel mee kan lezen, want anders is het ook zoiets van... Wat? Wat gebeurt hier? Ik snap dit niet. Wat? Nee. En dan de helft van waarom in caps? Ja, dan één dood is webcounter. Ja, precies. Dan is het waar om. Ja. Dat. Nou, daarom. Waarom? Hij is daar om. Let op de achtertje, vink. Small world, hé. Ik vind die raampjes echt mooi zo. Hé, hey, kan ik joinen? Nee, dat kan niet. Nee. Waarom vraag ik op de joinen als je al in de chat zit? Omdat iedereen denkt dat je Terraria aan het streamen bent, dat het een open world is, wat nergens op slaat. Want echt serieus, waarom zou je dan een livestream ingaan als je dan toch zoiets hebt van... Dan kun je toch beter gewoon multiplayer zonder een livestream? Ik bedoel, serieus. Hé, hey, mag ik joinen? Nee! Nou, oké, okay, doei. Nou haat ik je, nu hoop ik dat je doodgaat. Nou, gebeurt er tenminste nog iets in deze livestream. Nou, dan kom ik... Ik mag lekker wel joinen, alleen met Terraria is dood, dus ik kan er niet in. Even één minuut stilte voor de mumee. Nee, ik heb de livestream kunnen niet stil zijn. Nee. Dan join ik, dan ga ik van de cliff af en dan ben ik dood. En, jee. Nee, je hoeft er niet sorry voor te zeggen, kerel. Het staat ook al in de livestream, let op grof taalgebruik. We zijn zaggerijnig, we zijn hartstikke losjes. Dus neem het niet allemaal neem wel de regels, even serieus, want ja, volgens mij ben je nieuw, dus welkom sowieso. Maar het is niet bedoeld als van, oh jee, daar komt weer zo'n zeurkousje. Nee. We zijn hier allemaal voor de gezelligheid. We zijn hardcore op het moment aan het doen, dus ik ben veel te veel tijd aan het besteden in een mooi huisje. Wat zonde zou zijn als ik dood zou gaan, maar ik zie me eigenlijk echt heel erg snel doodgaan. Want ik neem eigenlijk toch al voor mijn mening te veel risico. Als je dood gaat, eet ik je pizza op. Ik neem het heel serieus. Dat is niet mijn probleem. Niemand komt aan mijn ronde pizza. Jawel. Ik heb alleen maar een vierkante pizza. Nee, ik heb een ronde. En niemand komt eraan. Jongen, ik slep jou dadelijk met je pizza. Nee! Ik spring van de klif af met mijn pizza. Mijn pizza! Ik heb een pizza parachute! Wait, what? Ja! Net maar dan, dan is hij niet zo rond meer. Dan wordt het een beetje een ovaal-achtig. Je klinkt als Joost. Wie de freaking neus is nou weer Joost? Ja, Joost mag het weten. En altijd iemand in de buurt die ik in elkaar kanselen. Daar heb je beetje voor op het moment. Van Joost speelt spellen, dan weet ik nog niet wie het is. Nee, ik ook niet. Oh, Edwin die is erbij gekomen. Nou, jij klinkt als een Edwin! Ja. Yay! Ja, ik weet wel wie Joost speelt spellen is. Ik niet, maar maakt niet uit. Maar ik weet niet, ik vind niet mezelf als Joost speelt spellen klinken, dus... Ik vind je als een Pyro klinken. Oprecht grappig dit. Nou, dat is de bedoeling van deze livestream. We proberen ook een beetje overgrappig te zijn. Als een pizza uit de lucht komt vallen en hij raakt de grond, wordt hij dan vierkant? Nee, het is een ronde pizza! Nee, het is super pizza! Nee, niks vierkante pizza. Nee, als hij dan de grond raakt, is hij plat. Dan is hij cirkel. Het is een vogel! Het is een vliegtuig! Nee, het is gewoon een frisbee. Nee, dat is het niet. Het is pizza. Oh, pizza! Ja, maar dan is de vraag... Oké. Dan wel een hele belangrijke vraag. Wat zit er op die pizza? Ja, dat maakt niet uit. Jouw bloed als ananas je zo door blijft gaan. Ananas dus, als het niet uitmaakt. Ananas op een pizza? Je moet echt even nu ophouden, Frieden. Oh mijn god, serieus. Iemand wil echt met een banhamer geraakt worden nu. Ja, jij houdt even wijs je mond, Erik. Er staat hier geen grof taalgebruik, Jo. Poei. Jij houdt nu bij je bakkers.
Het is stil aan de overkant. Mimme, ik meen het! Ja, wat? Ja, nee, De chat is het ermee eens, kijk maar. Ah, nee, nu niet meer. Nee, helemaal niet. Is vies op een pizza. Nee, dat is een pizza houdoe. Ja. Houdoe. Pizza ha nee. Pizza mooi. Ja, maar kijk, in Italië is het heel normaal om pizza als toetje te hebben. En dan zit er gewoon zoetigheid op de pizza in plaats van hartige dingen. En dan zit er gewoon fruit op en chocola. Frido, hou je mond. Frido, jij wel echt dood. Dat is normaal. Frido, zit jij ook in hardcore? Want dat kan geregeld worden dat je er inderdaad heel snel van uit bent. Ja, ik ben een hakker, man. Hey, Pluto, rustig. Hou het rustig, Pluto, en gezellig. Dit stoort me, die ramen zitten scheef. Ja. Ja. Ieder zijn eigen mening, jongens, maar... Nee, de lantaarn hangt scheef, die bij het raam hangt. Niet te vergeten, jongens, ieder zijn eigen mening. Niet te serieus nemen wat voor discussie dat we hebben. Want ik heb vroeger ook gewoon een pizza Hawaii. Ik vond het smerig als maar zijn kan, maar... Maar de ramen zitten scheef. Welke ramen zitten scheef? Kandelaar even goed. Er zit één pakje te ver naar rechts. Kijk ja, maar. We zijn hier ook niet symmetrisch bezig. Pijn. Waarom maak je dan een symmetrisch patroon dat niet symmetrisch is? Ja. Om jullie juist extra te lopen... Ja, het mocht gezegd worden. Hoepen. Fucken! Hey. Eerst dat paaltje onder die trap en nu... Het... Oh, Erik. Hou je rustig. Gaat het? Leef je nog? Nou, dat wordt gezellig. Is een pizza symmetrisch? Als die goed is wel. Alleen op een zaterdag. Ja. Met Stevie. Op een maandag. Maar het is vandaag. Ja, zaterdag op maandag. Ja, zaterdag met Stevie op maandag. Ja, maar het is geen symmetrische pizza. Het is een synthetische pizza. Dan ga ik het helemaal erg maken door juist hier een muurtje te bouwen. Nee. Dat kan niet op dat plateau, sorry. No. Oh, daar is die death counter weer, hoor. Dear God. Oh, nou, dankjewel dat je daar eventjes op gaat. Want nou krijg je dus het inderdaad voor je plaat. Auw. Auw. Wow, dat was wel een hele klap. Ik raak je moest twee video's slaan, niet mij. Ik raak twee mensen in één klap. Ja. Vraag me niet hoe. Waarom moest je mij nou slaan? Nee, er zat een moeilijke typfout in. Niet random knoppen op je toetsenbord rammen. Nog één keer en je krijgt een time-out. Oh hey, ja, ik zie het jou. Golden Bunny, Steve. Golden Bunny. Ja, maar ik heb... Ik heb nog geen schepnet! Misschien kan ik hem terug laten lopen. Schepnet. Je hebt de shopkeeper toch, ondertussen? Ja, weet ik. Misschien kan ik hem terug laten lopen. Wacht even, bouwblokken. Kom op, deze kant op lopen. Kom op! Goed zo. Kom maar. Niet dispawnen. Kan die maar... Ja! Oh jongens. Doei Snekker. Was gezellig. We zorgen ervoor dat hij niet weg kan lopen. Hoe draait hij weer om? Hij kan er niet overheen springen. Kom op, doorlopen. Oké, deurtje dicht. Ja, wat jij ziet zien wij nog niet. Zien we nu pas. Voorzichtig. Ik weet niet wie gaat er. Snikker. Oh, later Snikker. Ik had liever een Mars. Liever een nut. Okay, waarom niet allebei? Omdat ik niet van Snickers hou. Waar is die merchant? Waarom loopt hij de trap niet op? Niet te dicht bij de rand staan, straks loopt hij ineens terug en... Nee, zo ver dispant hij gelukkig niet, maar... Edwin was slecht. Nee! Je gaat de verkeerde kant op, Knan! Daar is dat hij! Dat is Merchant! Waarom haal je niet voor eerst het schep net, dan vang je hem? Hey, ja, maar ik ben bang dat als ik helemaal naar de Merchant loop, dat hij dan weg is. Hé, hey, een wegknijntje ook. Weet ik bijna zeker dat hij dan weg is.
Maar je kunt toch ook gewoon, als hij verder deze kant in je huis is, er weer een nieuw muurtje plaatsen, dat hij weer niet verder naar links kan. Dat is lelijk. Ja, dan had het muurtje lekker weg. Jeetje zegt de quest voor de Golden Bunny. Als het even, dat bepalen wij. Oh, ik durf het muurtje nou niet weg te hakken. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Kom dan. Ooit zal het lukken. Twee woorden, 9 letters. Men is hier al aardig gewend. We hebben al 20 minuten naar een inventory zitten staren. True that. Twee woorden, 9 letters, Pokémon Go. Maar het blijft echt daarop en neer lopen, daar ben ik het niet mee eens. Bier halen? Nee, Pokémon Go. Een klein stukje maar. Een klein beetje. Okay, een Donald Duck, een plek onder de zon. Achie! Jeetje, de niche komt weer terug hoor. Atsoe. Ja, jammer joh. Hij probeert echt de hele tijd naar terug te lopen. Jammer joh. Oké, volgens mij is dit nou wel... Want als hij daar naar beneden valt, hebben we wel helemaal een probleem. Gezellig. Jolteon is terug. Oké, ik ga hem gewoon hier. Dan kom ik er zelf niet meer uit. Oeps. Oké, daar is hij. Blijf. Blijf, jongens. Jongens, denk met me mee. Lief klein konijntje, bleef daar zitten, ladiejee. Zoals een gat in het plafond maken, zodat je zo min mogelijk afstand hoeft te lopen. Jongens, we hebben de Golden Bunny! Yay! Jezus. Woehoe. Ja, dat wordt je huis weer schoonmaken. Ja. Maar was het allemaal waard? Zekers. En dan zegt iedereen, ja, want die kun je nou verkopen voor 10 gold. Je gaat toch geen golden bunnies verkopen, jongens? Kom nou. Wel een golden goldfish. Oh, in ieder geval, moderators, de reden waarom dat, ik dat gedaan had, dat was heel erg simpel. Hij was gewoon echt aan het de grens zoeken en daar hou ik niet van. Ja, ik had het laatste bericht heel veel gemist, maar gezien wat de chat zei inderdaad... Nou, die zei dus exact van wat jij dus zei van tot hij dat niet moest doen en dan dat juist in exacte tekst neerzetten. En dat vind ik uitdagend voor moderators en dat doen we hier niet, punt. Ja, dat is uitdagend dan ja. Maar goed, even kijken, want ik was inderdaad kamers aan het maken en de grap was inderdaad om dus ervoor te zorgen dat er ergens... Daar moest ik mijn stenen muur voor hebben. Ja, we willen wel de nurse. Hallo, nurse. Hallo! Nee, ik kan ook even een terrarium alvast maken. Tenminste, ja. Ja, van mij kan dat wel. Ik vind de achtergrond van je kistenkamer wel bijzonder mooi. Hé, van mijn? Kistenkamer. Dat wordt een andere achtergrond. Daar wil ik een beetje dungeon-like maken, dus. Koppelsteun en mossy koppelsteun. Zo, wel bij het raam, zo. Kijk eens, onze Golden Bunny. Isaac, je bent er niet elke keer hetzelfde spammen, alsjeblieft. In ieder geval, de Bunny is safe. Even kijken, want dan hebben we nog eventjes die bakstenen nodig. Ik heb er nog een deur voor, dus we kunnen dan nog een en ander met de deur doen. Door de deur, 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 door de deur. Ja, ja, het nummer wat ik nu voor jullie ga zingen gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing het dan maar lekker mee. Nee, denied! A little rough, don't you think? Leon! Nou! Ik dacht dat ik nog een deur had. I've got something for you guys.
Ben ik nou schil of mis ik nou echt een deur in mijn inventory? Ja. Serieus? Nee. Oh. Nou, je mist hem wel. Maar dat betekent niet dat hij erin zit. Daarom mis je hem. Ja, kan toch. Ik ga heel eventjes even kijken van... ja, volgens mij heb ik geen meubels hierin. Nee, volgens mij kan een terrarium niet groter dan dit. Hm. Nee, een terrarium kan niet groter. Een terraria. Ja! ik kan hier gewoon nog zo even een deur maken. Het is juist een terrarium. Ja, het is een partypoeper! Sorry hoor, maar ik hou van feitjes. Beter een terraria-terrarium dan een terrarium-terraria. Maar wordt een terrarium eigenlijk gezien als een tafel? Bezorg, weet je wel, liefhebber. Om alleen maar een stoel bij te zetten, dan heb je een huisje en daar komt dan een nurse. En die zorgt dan voor het bunny. Dat is gelukkig, hè? Ik weet niet of dat het feit is. Ik dacht dat ik twee stoelen had. Ja, die heb ik daar neergezet. Dus we maken wat ga je mee doen met de Golden Bunny? Nou, bewaren. Een liefhebben, een aaien, een verzorger. Ja. Oorspronkelijk... Eevee? Nee, hè. Oorspronkelijk wat je met de Golden Bunny doet, wat iedereen doet, en daarom... is je Golden Critters, die zijn gewoon 10 gold waard. En daardoor wil je ze zo snel mogelijk vangen, omdat ja, ze zijn heel veel geld waard. En dan kun je ze bij elke merchant, kun je ze voor 10 gold kun je ze dan verkopen. Dus, maar je kunt ze ook inderdaad in een terrarium zetten en dat vind ik veel leuker. Maar volgens mij begon het met de gouden worm. En daarna pas hebben ze de andere dieren toegevoegd. En de gouden worm die had daadwerkelijk ook een functie van... dat het met het vissen beter is dan een normale worm. Maar dat ben ik ook niet helemaal zeker. Welkom bij Feitjes met Muur. Ik vind het eigenlijk leuker als deze kandelaar dan... Oh, het is nog een platinum ook. Die mag zeker hier hangen. Oh, dat ziet er leuk uit. Telt het als een... Nee, okay. Het telt niet als tafel. Dat is jammer. Dat doen wij ook gewoon, Daniel. Ja, maar... Er staat ICQ Mander. Het is je naam, zo heb je het neergezet. Stop blaming us. Little rough to think. Adios, amigo. Wacht eventjes, misschien telt een fireplace als tafel. Nee, telt ook al niet als tafel. Flame. Ze willen gewoon stiekem eigenlijk gewoon een bad allemaal. Een konijnenbad. Jammer. Nee, sorry. Hallo, ik heb al gezegd het niet te serieus nemen. Kom op, zeg. Oh ja, ik moet die muurtjes dadelijk ook daar nog even weghalen. Eens even kijken. Kan ik een andere leuke tafel misschien maken? Een dressing moet. Ik kan daar gewoon een dressing neerzetten. Zet daar gewoon een dressing neer bij het konijntje. Zet daar een dressing neer, dan maakt mij het uit. Het gaat om het idee. Als jij dan een dress neerzet, dan heb je een dress neergezet, ja. Een raam maar poster. This housing is suitable. Hoera, we hebben onze eerste twee kamers gemaakt hoor. Dat duurde lang. Ja, minder lang dan je inventory management. Nee, juist langer, want die inventory management die heeft korter geduurd als een eerste huis die suitable was. Want ik ben hier nou gewoon inderdaad eventjes random kamers aan het maken. Al vind ik wel tot... Waar is mijn achtergrond? Want ik wil daar eigenlijk wel voor zorgen tot daar inderdaad de stenen wel weer een beetje omhoog gaan. Plus, we hebben nog een ander achtergrondje die ik moet maken. En dat is alvast voor de kistjes. Dus dat vind ik eventjes wel belangrijk. We gaan nog wel een explore sessie doen. Dat zeker, want ik weet niet of we echt een eerste baas zouden kunnen gaan maken. Dat lijkt wel leuk om dat te kunnen doen. Maar het ligt eraan. Hey, Frido, nou is de symmetrischheid helemaal weg. Hoezo? Ja, kijk, mijn beeld loopt iets achter. Ja, goh. Ga weg. Dat weten wij. Maar weet je het wel echt? En weet je het wel zeker? Ik weet het net zo zeker als jij. Want maar ik weet het niet zeker. Ik heb hetzelfde probleem te komen. Zeker weten?
Yeah. Nou, zeker weten. Er is maar één ding tegen te liggen. Nou, ik zit te denken, misschien is het leuk om hier een beetje jungle wood in te kunnen plaatsen. Tot het toch ook wel een beetje met houten stellingen zit, maar niet met de doorsnee beams. Maar tot ik dat juist met je... Oh nee, wacht even, jungle wood, dat is zijwaarts. Misschien is dat wel leuk om hier gewoon echt gewoon een beetje een kelderachtig iets te hebben. Maar dan gewoon één hele grote locker dwars doorheen te laten steken ofzo. Of onder niks. Nee, niks vind ik te... Nee. Want dan lijkt het weer net alsof dat het huis aan het vliegen is. Nee, dat is van een ander gesprek wat in de chat aangaan is tussen de mensen in de chat. Ja. Het eentje was, ik leef onder een steen of zo en dan onder, nee, onder dakpannen en derde nee, onder niks. Ah. Helemaal niks. Weer voor elkaar. Echt helemaal niks. Ja, maar als je onder niks leeft, dan betekent niet per se dat je op straat leeft. Je kan ook op een weiland leven. En dan ja. Zeg jij... Of op het strand. Dat je eenzaam bent. Op een eiland. Je moet gelijk denken aan Guusje Meeuwis. Jullie worden bedankt hoor. Oh kijk, hij is Brabander. En dan denk ik aan Friesland. Want daar brandt nog licht. Hé, hey, dat is onze tekst. Copyright, claim, strike. Bombardeer heel Friesland gelijk. Alleen in Brabant brandt nog licht. Guus Meeuwis heeft het gezegd. Nou, hier brandt ook nog licht hoor. Schandalig, vind ik echt niet kunnen. Ja, ja. Maar is het helder licht of? Later Piekerboy, was gezellig. Oh, doei, doei. Trouwens, het is heel erg lang geleden. Laat ik het nog zelf eventjes doen. Hallo! Kijk, we gaan net een Terraria wereldje doen, ja, Steve. Nu verwacht niemand. We gaan allemaal van mij. Terraria wereld maken. Ja, ze praten allemaal door elkaar heen, het schiet niet op en ik weet nou niet meer wie is, dus ik ga weer weg. Nou, doei! Doei! Doei. Waarom Friesland? Doei. Omdat Groningen uitverkocht was. Ze verwachten mij van de stream vast. Hè? Nee? Nee, dat is omdat hij heel even wisselde van scherm naar Discord. En dan stopt heel even Terraria in beweging. Ja. Oh, oké. En dat was eigenlijk heel erg grappig, want niemand verwachtte het. Hé, hey, daar is hij! Zo ging het gelijk. Hij is daar. Oh. Ik weet niet waarom, maar mensen vinden het echt gewoon in één keer leuk als je het niet verwacht. Van... Ah, hij zit in Discord! Hey Stevie! Ja, hoi. En doei. Kei droog. Ja. Ja, maar dan kan iedereen met je praten. Oeh. Wow. Ja, kun je nagaan hoe jaloers dat ze wel niet allemaal op jou zijn? Dat weet ik niet. Ik wat weet niet of met... Ik weet niet of jaloers? Met... Op mij? Ik voel mij? Me zo op mij! Ja. Geef een cijfer tussen de 3 en de 9. Hoe jaloers zijn jullie? 10 mag. Rood. Welke van de twee is dan bij 3 heel jaloers of 9 heel jaloers? Dinsdag. Ik ben heel jaloers. Ja, dat moet ik zelf weten. Hé, hey, hallo, ik heb altijd al met Steve willen praten. 9, nee. Iedereen zegt 6. Ja, maar waarom mag ik niet met Stevie praten? Omdat jij Lucario bent. Dat is niet aardig. 10, 1. Oh. Jongens, als jullie zo graag een keertje met me willen babbelen, ik kom daar eigenlijk nog wel heel eventjes in het spreekhuisje, hoor. Maar ik heb geen zorgen, maar dan wel na de livestream. Ik weet waar hij woont. Hij woont onder die berg. Nee, ik woon thuis. We hebben al een hele opbouw voor gehad. Daar onder die berg. Daar woont jij, beetje. Lucario. Daar woont Lucario. Oh nee, Leroy. Hij heeft niet zo gelukkig. Leroy! Weet je wat, ik ga gewoon naar die jungle toe lopen. Het maakt mij niet uit tot het nacht is. You can do it! Dat wordt onze dood. Dat doet je maar één keer. Good luck! You're rough, don't you think? Hou het onder dakpannen, helemaal niet. Hey, bekijk het van de positieve kant, je hoeft alleen maar heen en niet terug. Bekijk het van de positieve kant, ik ben want niet. Want dan weet je wat het gaat. We kunnen sterren verzamelen dan ook nog eens een keer. Zo, hoi! Hoi. Nou, het probleem is, ik zou dolgraag een baas willen doen, maar daarvoor wil ik echt wel wat meer life crystals vinden. Dus we hebben spelanker potions, dus we gaan zeker met spelanker potions verder, maar...
Hij woont onder dakpannen. En wie zegt dat ik geen houten dak heb? Maar mijn dak is van stro. Nou, bij mij zit er nog een laagje tussen. Eigenlijk doe ik dit allemaal vanuit een kartonnen doos. Ja, ik ben zijn buurman. Onder de brug. Ja, hij heeft een kliko. Hij woont onder plastic. Yes, ik heb een beter huis dan karton. Nou, het grappige is, daar kun je dus iemand behoorlijk mee over de zijk mee krijgen. Want ik weet waar jouw huis woont. Oh ja, waar woont hij dan? Thuis. Wow. Dear God. Rob, wat je pikt. Maar iemand zit in... Oh, kijk in de chat. Iemand zit in de kast en probeert uit te komen. Maar je moest dus weten hoe groot de dozen kunnen zijn. Oh, Frido. Want mijn vader die heeft het recordgrootste doos gemaakt. Hij was zelf de doos? Oh. Maar... Er waren twee nagemaakte klaslokalen zaten in die doos. Twee klaslokalen in één doos? Ja. Was goed, dat is die doos? Cool. Voor Stichting Schoenendoos dat tegenwoordig niet meer bestaat. En Erwin was niet uitgenodigd hopelijk, want er blijft er niks van over. Nee, gelukkig niet. Die komt dan aan, ja. Hè? Fuck, ik box, jongen! Want je stopt alles in een doos. Een doos! En zelfs Balkenende die heeft de doos geopend. Ongelooflijk dat die grap ondertussen ook alweer 2 jaar oud is, zeg, met die doos, dat hij daar zo keihard op ging smashen. Dat is alweer 2 jaar geleden, zeg! Ja. Waar gaat deze avond over? Over dozen? Nou ja, in wezen, dat is het moment dat ik eigenlijk bij het kanaal er bij kwam. Want dat is namelijk, vlak daarna hadden we toen de Terraria-serie waar ik erbij zat. Even heel erg centraal. Pluto, niet alles caps, laatste waarschuwing daarover. Nou verder. Maar ja, bij de... First look toen de tijd. Toen hadden we de plannen voor toen Terraria besproken en dan zat ik daarbij. Oké, ik was volgens mij al in een evenementvideo te zien. Sowieso van First Look zelf. En dan ben ik er echt bij het kanaal bijgekomen. Daarvoor was het gewoon puur, dat we elkaar op evenementen. Nee, hij vond het gewoon leuk om een bom naar mijn gezicht te smijten. Nee, echt serieus. De eerste ontmoeting van Erik en mij, heel erg simpel. Ik kreeg gelijk een bom naar mijn gezicht gesmeten. Maar ja, dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Ik stond als Mario, dus... Ja. Omdat dat storend is, Pluto. Nou nee, gewoon een beter antwoord, omdat ik het zeg. Ja, dat kan ook. Maar het is best wel storend om allerlei verschillende soorten ketels te zien. Ja, nee, dat is ook de reden. Maar het is gewoon leuk om dat gewoon hallo serieus te zeggen. We gaan dat niet met benadrukking zeggen als we het goed zouden vinden, weet je wel. Dus vandaar dat ik gewoon heel erg botweg zeg dat ik het zeg. Plus aanrader ook op andere plekken niet doen, want bijna elke community heeft wel zo'n regel met caps. Ik ben er nu eentje aan het livestreamen. Nogmaals, livestreams, let's plays, dat staat gewoon op pauze voor onbepaalde tijd. Het gaat nu gewoon verder met let's streams. Ja, want dat is gezellig. Dat is wel les, maar... Hoezo les? LS, let's stream, ik ben van let's play. Dus, nee, dat is hetzelfde. Er zit net zoveel les in. Nee, LP en LS, les. LP? Heb jij nog een platenspeler dan? Nee, LP, let's play. LS, let's En ik dacht dat ik oud was. Frido, ik begin me zorgen te maken over je. Ja, maar ik heb een platenspelertje staan. En LP's. Ja, precies. LP. Ik kom uit het jaar 1920, hallo. Oh, ja, ik dacht het al. Hebben we al uitgevonden hoe ik terug in de tijd moet reizen. Vorige week was het niet zo moeilijk, maar het is andere koek. Ja, want voor je het weet dat je bijna 200 live... kijkers of zo, weet ik van waarom. Echt serieus. Why guys? Why are you still watching it? Ja. Hello, nurse! Nou, nu ben ik heel benieuwd. Wat is nu het nummertje? Is zelf kijken. Oh, nu is het wel weer gewoon aardig normaal. 36. Is nog steeds best veel. Aardig normaal. Het is maar 36. Serieus. Nee, het is 38. Meer dan gemiddeld. Het is 38, hè? Jongens, ik moet heel eerlijk zeggen. Er is één soort van livestream. Daar erg ik me echt groen en geel aan.
En ik weet niet waarom, maar er zitten views op. Dat zijn dan mensen die zijn om een spel aan het spelen. Die hebben dan een donatiebalk in beeld ergens staan. Waar dat ze dan voor aan het sparen zijn. Voor een nieuwe microfoon of voor een Nintendo Switch. Of weet ik veel wat voor onzin wat ze dan aan het sparen voor zijn. Sorry dat ik onzin zeg, maar ik vind dat gewoon. Punt. Dat is mijn mening. En dan is het echt, die zitten dan een spel te spelen. En die zijn doodstil. Die zitten dan gewoon echt zo half hangend voor een camera een spel te spelen. Niet de game geluid, maar gewoon een radiomuziek of populaire muziek zitten dan te spelen. Die krijgen donaties binnen, jongen. Echt, dan denk ik bij mijn eigen van, hoe? Doe niet leuk interactief mee met hun kijkers. En die zitten echt gewoon echt voor 2 minuten. Dat het gewoon niet eens te doen is. Oh, wel trusten. Oh, ik word gepoond hier. Ik word gepoond. Oh, piranha. Nee, maar er zit echt iemand gewoon... Iemand zegt mijn naam verkeerd. Hoezo? Mirte zegt wel trusten allemaal, dus zei het goed. Ja, wel trusten. Ja, nee, het is inderdaad niet Frido met een Griekse ei, maar met een Q. Wat? Maar goed, in ieder geval, om dus eventjes een voorbeeld te geven, wat ik jullie dus zeker wel... Want ja... Ik ga niet klagen over iemand zonder dat ik een discreet voorbeeld zou kunnen geven, bij wijze van spreken. Maar dan is het dus bijvoorbeeld... Hey, I'm Jolteon Gaming, what's up? Ja. Yeah. Just collecting some jungle wood for the house. Hi Pluto, how are you today? Geen enthousiasme, niks. En dan hoor je dus die muziek op de achtergrond. Nou, om dan eventjes een heel erg slecht nummer... Jurassic Park. Zitten ze dan echt zo keihard slecht mee te neurien? En daar zitten gewoon echt duizenden viewers op, want dat zijn populaire streams. Ik ben 1 keer in zo'n stream geweest en ik had echt zoiets van: en dit is entertainment om dat. Daar heb ik gewoon echt keihard hard gevraagd. Nou, het allerergste is dat er dan dus een dingetje staat met Top Dono. Dat is echt heel erg. Ja, en vooral de bedragen die je dan ook ziet, dat je denkt van, why the hell... Zou je hier zoveel geld voor geven? Top ja, Dono. Dan sta je als Top Dono, en dan ben je cool. Nee, de Top Dono don't know what he's doing. Jongens, ik weet, ik zou echt heel erg veel daarmee zou kunnen verdienen door dat te gaan doen, maar ik weiger het gewoon. Ik ben er gewoon zo erg op tegen, ik wil er gewoon niet. Wie was dat? Wie was wie? Oh, die. Hallo, ik weet zijn naam niet eens meer. Plus, het is een kanaal die we niet willen promoten, want het is zo'n saai kanaal als je maar zou kunnen bedenken. Nou, sterker nog... Er zijn zoveel van dat soort kanalen. Als je voor de grein dat grapje dan een keertje mee wil maken, willen jullie maar alsjeblieft niet heen en weer tennissen, want dat kost heel veel damage. Maar als je zoiets een keertje mee wil maken, dan is het heel erg simpel. Bijvoorbeeld, je wil een game ergens van zien. Nou, zoek die game op in de livestream. En dan de eerste de beste die je ziet met 120 viewers of met 200 viewers. Nou, succes, je hebt er een gevonden. Ja, want er zijn helaas heel veel van dat soort kanalen. Ik heb inderdaad ook gewoon eens een keertje willekeurig dat ik het gevoel had van... Nou, laat eens kijken wie wat streamt. Dat is wel een bekende game. Nou, weet je wat? Laat ik gewoon wat aanklikken. En het enige wat ze interactief inderdaad mee doen, dat is gewoon door inderdaad te zeggen van... what's up? En voor de rest praten ze nergens meer. En heel af en toe komt er 1 zinnetje in de chat en die lezen ze dan voor. En dan geven ze dan echt zo'n heel droog antwoord op zonder emotie. Dankjewel voor de 4 euro donatie. Dat zeggen ze dan wel weer. Oh ja, ja, alle donaties die noemen ze. Dat is zo'n beetje alles. Maar zelfs dat vrijwel zonder enthousiasme. Robin, er is een reden waarom dat ik geen namen geef, omdat ik dan ook zo niemand beledig, dus... Maar het is echt stereotype gedrag waar ik dus gewoon echt geen fan van ben en ja, zoiets denk ik. Daar zijn er zoveel van. Dus te veel gewoon. Ja. Ik heb het enige idee waardoor ze een beetje om een of andere reden populair zijn, is omdat hun content zo simpel is. Simpelweg, elke moment dat ze gewoon zitten te gamen, zetten ze een stream aan. Dus ja, kijk je naar zo'n kanaal, dan weet je vrijwel altijd zeker, die streamt altijd. Iedere dag, minstens wel een uur of langer. Want ja, gaat die gamen, zet die gewoon een stream aan. Maar of dat een interessante stream is, is compleet wat anders. Dat boeit hem ook niet. Nee. Want simpelweg, ik ben aan het gamen, dus ik heb een stream aan.
Oké, dit ziet er totaal niet uit. I love it. Gewoon doen. Combineert eigenlijk totaal niet. I love it. Ik vind het prima. Laten we het houden. Daar wil ik eerst dan een hele mooie eigen slaapkamer voor maken als we een bed gaan maken, jongens. Ja. Dus nog niet. En dit is alleen maar de storage ruimte, dus... Maar eigenlijk, de meest hoge donateurs op subs lezen ze wel voor... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, serieus, ze doneren voor een reden. Maar het enigste probleem is... Ze reageren niet op de chat. Omdat mensen die doneren dan, omdat dan pas hun chat voorgelezen wordt. Ja. Dat is waarschijnlijk ook enigszins de reden dat mensen dan doneren. Want hij leest dan eindelijk eens een keertje ons bericht. En ik weet dat ik... Weet dat echt... Ik heb qua onkosten voor mijn studio echt... Qua donaties... Het verzacht het, weet je wel. Maar je moet het niet doen voor winst. Want dan moet je zo commercieel gaan doen. Dat maakt het gewoon, in mijn mening, zeg ik er heel even belangrijk bij, niet leuk. Yep. Ja. Dus, ik zeg gewoon, jongens, dit is mijn livestream. Wil je doneren? Wil je een support geven? Er is een donatieoptie en het is altijd mogelijk. Klaar, weet je wel. Al is het een euro, dat maakt mij niet uit. Ik ben net zo blij met elke euro als met elke 10 euro, bij wijze van spreken. Oké, de vorige keer heb ik toen een plak kaas op mijn hoofd gehad. Jullie zijn echt knettergek, maar... Dat was zo raar, maar daarom zo grappig. Maar dat is ook echt gewoon typisch iets eenmaligs. Jongens, eventjes daar even benadrukken op, hè. Iets eenmaligs. De volgende keer is het ham. Maar, Net zeggen... Elke luik is één kaas. En een keer dan de ananas en dan de pizzadeeg. Oh, dan moet ik tomatensaus doen. Vrienden, oh. Hou op met je ananas. Ja, nog even een kwartiertje in de oven. Oh ja, de klotenzooi, dat was voor de bazen. Klerenzooi, dat was voor de kleding. Kleren. Ja, volgens mij heb ik echt troep. Dat is bouw. Ik onthoud het wel hoor, ben je geen zorgen. Nou, screw dit. Ik wil de fireplace wel gewoon hier maken. Ik snap de zin van I'm Jolteon Gaming niet. Nu ben ik bang dat we dat steeds in de chat staat. Huh? Ja, precies. Wat in de chat? Ja, dat dus. Dat we dat steeds in de chat staat. En na een paar keer heb je een hele boterham met kaas. Oh nee, tot iedereen dan begint met kaas en alles. Nou, maar dat werkt alleen maar bij Mario Maker, omdat bij Mario Maker heb je de kaasgrap. Ja. Dus het werkt bij Mario Maker, maar bij andere dingen zou het niet werken. Hier oh, dus je wacht tot Mario Maker en dat ananas op je hoofd leggen. Nee, ga nou eens weg met die ananas van jou. Jij moet gewoon een keertje gewoon een ananas op je hoofd doen. Ja, Frido, als de volgende keer als we je zien, dan doen we, een ananas op je hoofd. We hebben Comic-Con? Ja, wanneer is dat? Oh, sure. Over iets minder dan een maand. Ja, weet ik nog niet. Ik ben dan net bezig met mijn nieuwe baan. Daar vier ik mijn verjaardag! Maar ja, jij komt sowieso naar mijn verjaardag toe, dus dat is al niet zo. Ja, daarom. Wees blij, want daar heb ik dus wel vrij voor. Alleen maar daarvoor? Ik dacht dat we vrienden waren. Ik dacht dat we vrienden waren! Hey, dit ziet er wel gaaf uit. Het is in de achtergrond. Echt, dit is zo raar. Oh. Of zou ik het aan de binnenkant ook breder maken? Ja, maar dan ziet het er normaal uit en het moet er niet normaal uitzien. Oh, op die manier. Maar het moet er juist zo onsymmetrisch mogelijk uitzien. Maar het is niet symmetrisch, ik word getriggerd. Welkom terug, Jasper. Wacht, ik heb ook nog glas. Laat ik hier ook nog even zo... Dan moet je eigenlijk toch ook wel een wolkje erboven hebben. Maar als je dan een wolk hierboven hebt, dan wil ik wel een regenwolk. Zo, hallo. Ivy, doe eens even rustig. WhatsApp geluidjes. Ja, Mirte die stuurt me heel erg veel WhatsApp, want volgens mij heeft ze niet door dat ik aan het livestreamen ben. Ah, joh. Maar ik weet niet, volgens mij zou ik dat dan met sneeuw moeten maken of zo, met sneeuwachtergrond. Dat ik dan wolkjes zou kunnen maken. Nee, gewoon de clouds. Gewoon letterlijk de wolkjes nemen. Ah ja, dat kan. Maar dat kan pas als we daarboven zijn. Ja, maar dan zou ik wel de regenwolkjes doen als je het toch al fout wil maken. Ja. Ja.
That's pretty Holland, if you ask my. Wat ben je aan het maken? Een huis, dat zie je toch? Jouw speak English very well. Nog niet zo snel, komt nog wel. Are you sure? I think so. Stevie. Speel je op je verjaardag Sinterklaas? Nee, want Sinterklaas die komt pas na mijn verjaardag. Ik bedoel, ik moet een keer zeggen, speel je dan Sinterklaas? Nee, ook niet. Oh, jammer. Wil je een klap tegen je smoel? Nee. Ja. Je solliciteert er wel naar. Frido slaan. Nee. Nee, niet aardig. Niet lief als je hem zomaar wil slaan. Stefan, niet slaan. Nee, ik zal mezelf zeker niet slaan. Nee, ik zal mezelf niet slaan, maar jou daarentegen. Nou, heel even een heel algemeen antwoord op de vraag die constant komt. Hoe lang ga je nog door? Oh mijn god, serieus? Zijn ze die weer aan het stellen? Ja, simpelweg. Letterlijk bij alle streams. Tot de stream stopt. Nou, het probleem is, ik heb één keer geflikt dat ik toen inderdaad heb gezegd toen die vrug kwam van oké, nu ben ik er klaar mee. Toen ben ik offline gegaan. Maar dan verpest je de livestream voor iedereen. En dat vond ik geen leuke grap. Yep. Simpelweg, er is nooit echt een eindmoment in gedachten pas vlak voor het eindmoment. Never ever. Ja. Dus, als hij doodgaat. Als Stefan het gevoel heeft van ja, dit is een mooi einde, dan krijgen jullie het vanzelf te horen. Verder is dat antwoord op de vraag, als we heel serieus zijn, dat weten we niet. Punt. Nou, ik wil wel daar kunnen zuipen hoor, dus ik heb vakantie verdorie. Ik ook. Yes! Ja, maar ik denk dat ik een langere vakantie heb. Mijn herfstvakantie is de langste ooit. Ik weet wel zeker. Ik heb 5 weken vakantie. Oh, zo. 5 weken herfstvakantie. Ja. En dat is geen grap, dat is bloedserieus. Ik heb er maar eentje. Ja, die heb ik zelf opgevraagd. Ik heb er geen één. Ja, details komen straks. 3 details komen straks. Ja. Dat heb ik jou beloofd, hè. Spannend. Mafkees. Kleine vriendelijke mafkees, jij. Ah, dolletjes. Nee, stop. Dit gaat fout. Dus! Let op, Toon Grofzaal in zitten. Oh, jezus! Oké, nou, het gaat. Even wachten. Het gaat weer. Nee, nog niet. Let her off, don't you think? Adem uit. Adem in. Nee, uitademen, niet inademen. Hij zegt adem in. Nee, hij zegt adem uit. Ja, maar dan zei ik adem in. Ja, maar die hoorde ik al niet meer. Nee, want ik was aan het ademen. Adem in. Ja, maar je mag al gaan hyperventileren. Ik heb je al toestemming gegeven. En dan bewusteloos neervallen. Wat gebeurde er? Ja, te fout. Laat maar. Door met het verhaal. Dus ja, nu de grote vraag. Hoe lang gaan we naar dit kistje staren? De vorige keer heb ik naar kistjes zitten staren voor ongeveer 20 minuten. Ja, ik ben bewusteloos, weet je nog. Dus... Je mag weer onbewusteloos zijn. Oh, en dat bepaal jij zo heel eventjes. Ja, maar ik wil toch eerst weten of we het record van 20 minuten in gaan halen. Het is Frido. Nu 9:30. Frido, ik vind echt, jij moet echt gewoon eerste klas, jij moet bij het ziekenhuis. Je moet gewoon bij het ziekenhuis, alle ziekenhuizen zullen sluiten, ze komen allemaal naar jou toe. Want jij weet hoe dat je mensen beter kan maken. Oh, persoon is bewusteloos. Goedenavond, u mag nou wel weer stoppen met bewusteloos zijn. Volgens mij werkte jij in Lelystad, of niet? Nou ja, in Sneek is er nog eentje open. Ja. Jongens, willen jullie zo graag keilang? Hun willen gewoon echt... Oké, blijkbaar volgens de chat willen 24 uur naar een kistje staren. Nou, dan gaan we dat doen. Zet maar aan. Gaan wij verder. Ja, mute ik wel heel eventjes de stream. Weet je wel, tot de microfoon niet meer werkt op de livestream en noem maar op. En dan gaan wij gewoon lekker ondertussen feestje vieren. Ja. Klinkt goed. Doe het niet. Maar nee, dan moet de chat eerst kiezen welk kistje ze willen.
Nou, dat ik kijk eerst eventjes alles wat verkocht kan worden, zoals een flare gun die kunnen verkocht worden, de flares kunnen verkocht worden, twee extra paraplu's kunnen verkocht worden. Die shot, die trident, die kunnen we verkopen. Dit mag bij materialen, want ik heb altijd extra toortjes en nog meer troep heb ik altijd hierin zitten. Hebben we nog meer toortjes? Nee? Oké, okay, mooi. Hoor ik twee, hoor ik twee, hoor ik drie, hoor ik drie, hoor ik drie, hoor ik vier. Gaan we naar vier, gooien we naar vier. Ik hoor vijf erachterin, vijf achterin. Ja, zeven hoor ik zeven. Acht. We gaan naar acht. 30. We gaan er ook door. 30 hoor ik. We gaan naar 30, hoor ik 30, hoor ik 30. Gaan we naar 31, gaan we gelijk door naar 35 voor Frido. Ik hoor 35 Frido. Ja, sorry, ik hoorde je Casper, dus dat is 35 voor Fred. Nee, ik hoor 6 voor Astafa. Nee, sorry, we zitten op 35, hoor ik 40, hoor ik iemand 40 zeggen. Oh, er is er 34. 100! Astafa gaat voor 100, Astafa gaat voor 100, ik hoor 100, Astafa 100, 100 voor Astafa. Oké, okay, we gaan voor 17 voor Jasper Jansema. 17 voor Jasper. En dus Pluto die telt niet mee, want dat is een te random nummer. Dan geloof ik niet dat hij zoveel geld op zijn rekening heeft staan. 284 ga ik zelf voor. Ja, die 17. Nee, we gaan voor de... Jongens, als we nou echt nummers gaan spammen, dan verpest je de grap ermee. Ik dacht dat ik jullie slimmer had opgevoed. In. Ja, verkocht aan Jan Barend voor 1. Yes! Woo! Oftewel, Jan Barend. Ja? Je kreeg een 1! Nee, met een super 1! Go AJ, go AJ. AJ? Ja, altijd als Timmy in 1 krijgt AJ een 10 en dan doet hij zijn 10 dans. Nee, het is JB, het is niet AJ. Wie is AJ? Dat is die Wizkid. Dat is die slimme nerd uit Fairly Odd Parents. Noem jij hem nou zomaar een nerd? Ik weet wie AJ is. Ik ben ook een nerd. Ja. I take offense by this. I do not. I am a nerd. I identify as Apache nerd. You take not. Do you knot? Knot? Ik heb geen knot in. Ik heb een standje. Jongens, we zijn al klaar met nummers spelen. Ja. Zijn maar uit. Zijn maar uit of ik stuur Umbreon op jullie af. Is dat een dreigement? Nee, dat is een belofte. Wat ben ik lief vandaag. Oké, Gravitation Potion. Nou, we hebben Featherfall Potion, dus voor de volgende livestream kunnen we de Sky kunnen we een beetje gaan. We hebben Mining Potion, we hebben Spellanker Potions, we hebben Shine Potions. Bommen. Bommen, daar maken we heel eventjes extra sticky bombs van. Heb ik de staafdynamiet nog? Ja, we hebben de staafdynamiet nog. Want we gaan nog op een explore. Dat lijkt me echt leuk, om even nog te exploren. Ja. Maar we gingen toch eerst naar een kistje kijken? Ja, dat zijn we nou al de hele tijd aan het doen, man. Ja, man. Om welke steen leef jij? Nee, ik leef onder niks. Onder een baksteen. Geen dingen vragen, maar je weet dat ze niet kunnen. Bakkes! Zwijg jij, dwaas. Ja. Wat? Zwijgsteen? Smoelwerk. Waarschuwing staan. Elke keer moet ik het zeggen, omdat ik weet dat het mag. Maar, oh. Volgende livestream hebben we gewoon dezelfde gewoon erbij staan. Dan moet ik gewoon stoppen met het gewoon te zeggen. Dan zeggen we gewoon, hoi, dit is kut. Weet je wel, gewoon... Of je moet gewoon in de titel al de sorry zeggen, want dan ben je al klaar met sorry zeggen. Jongens, zwaar taalgebruik. Sorry. Ja. Maar ja, in de tegenwoordige tijd, wat is tegenwoordig... Ja, zwaar taalgebruik, dan begint iedereen al te denken dat je al gelijk met nog grover gaat beginnen. Want zo is de maatschappij tegenwoordig. Ja... Ondertussen is KUT niet heel erg grof meer. Ja, en ik vind dat toch al te ver gaan. Ja. Ja. Ik vind daar moet een waarschuwing voor. Ja. Ik vind het steeds echt serieus. Waar ben jij naar aan het kijken? Porno, mam, ik ben niet naar trainer Stevie aan het kijken. Ik ben gewoon keiveilig. Hey. Zou maar naar trainer Stevie kijken, dan wil je... Nee, je schaamt je kapot. Oké, dit wordt een rare livestream. Sorry, kijkers in de chat. Hoezo sorry? We hebben die grap al gemaakt, toen was jij er nog niet. Ja. Nee, daarom. Maar het doet een beetje zin aan mijn tedere oortjes. Ja. Je hebt de titel gezien. Ik zit hier een beetje in shock van... Je hebt de titel gezien, dus FTO. Bye-bye. Flikker erop. Ja. Luister eens hier, ik kwam de chat binnen en het was het al gelijk. Hij zit erin. Hoe denk je dat ik me voelde? Echt, ja, dat kan toch? Hij maakt zit erin. Het af, hè. Echt, ik zou echt bijna gewoon de moeite nemen om dit weer op terug te vinden en dan gewoon een krekelgeluidje te in te editen. Geef mij die piggybank. Ja, stop hem op en sorry voor te zeggen. Ja, sorry hoor. Ja, sorry.
gaan we weer die grap hebben. Sorry dat hij weer terugkomt. Ja, sorry, was niet de bedoeling. Sorry. Je zegt wel heel vaak sorry. Oh, sorry. Zo sorry. Wist je dat het eigenlijk best wel een voorkomend ding is dat mensen daar echt, dat dat echt een probleem bij sommige mensen is? Ja. En ik heb hem gelukkig niet zo extreem, maar ik heb hem wel, ik heb er last van. Ben ik heel eerlijk in. En oh, Mumee die zit daar ondertussen. Nee, goh, meen je dat? Dat hadden we nog niet door. Video voor jou is een gips. En geen sorry daarvoor. Nog niet eens. Oké, even kijken. We hebben shurikens, we hebben onze catclaws. Even je bakkers houden, ik ben even aan het focussen of we alles nu hebben. Ik kom niet meer. Hé, werd ik je tijd. Wacht eventjes, ik had toch nog heel veel tungsten gevonden. Nog meer troep, nee, even kijken. Ja, we hebben nog zilver oor. Misschien kan ik nog een extra zilver chestplate of zoiets maken, wie weet. Ja, doe dat eens. Nee. Want voor je het weet komen we dadelijk in één keer onder de 10 kijkers. Dat kan toch niet? Ja, nee. Er gaat het nummertje naar beneden. Nee, serieus, we gaan pas exploren op het moment dat we weer op de 100 zitten. Nee, joh. Ja. Die livestreamers heb je er ook tussen zitten, hè? Oh, ja. Verschrikkelijk. Ja, ik weet het. Dan zit je gewoon echt super lang te kijken naar niks. En dan wachten ze maar totdat we er weer zoveel kijkers zijn. Ja, nee, dan deel maar even op Twitter. Oh nee, ja. Daar zijn de kisten weer. Nee! Ja, sorry, we zitten nog steeds niet op 104. Nee, ah. Nee, wel real blijven. 30 viewers. Hè? Daar zitten we nog op, denk ik. Weet ik niet. Nee, 27. We zitten eronder. I don't care. We hebben het gezellig, dat is wat telt. Klopt. Ik ben al bang dat ik dadelijk in één keer op YouTube, of als ik dadelijk de livestream uitzet, weet je wel, van echt zo van maximale stream 150 kijkers. Maar, laat ik heel eerlijk naar jullie zijn, hè. Was mij dit niet verteld, had ik er nog niet eens erg in gehad, want de chat is nooit extreem geworden. Nee, de chat was eigenlijk, nou ja, gewoon actief, maar het waren ook gewoon allemaal de bekende mensen die actief mee chatten en niet de, ik weet niet hoe groot de lijst aan nieuwe mensen eigenlijk. Maar voor alle nieuwe mensen die hier alsnog in zitten, welkom, gezellig dat jullie er zijn. Nee, then I was actually speaking very breaking English because I actually thought that some of them waren maybe English speaking. Oh, alright, then I will say it in English too for them. Welkom tot onze stream in Dutch. En ja, gezellig. Je weet, als jij Engels praat, klink je als zo'n gast uit Indië die bij zo'n Microsoft-bedrijf werkt, die je dan belt. Kunnen we Frido niet bannen? Hallo? Ik kan ook in Duits gaan praten, ja. Dovenschmidt, wij willen Dovenschmidt! Ik kan het eigenlijk niet verstaan. Frido, bakkes, dit is entertainend. Ik moet over Frido heen hierna zo praten, ja. Dovenschmidt. Dovenschmidt, neueste Plantproducties. Een vogelbekdier? Ben je het vogelbekdier? Ik haat je. Ik ga je opsluiten in deze sneeuwglobe. Maar meneer Dovenschmidt, is het nou wel verstandig eigenlijk voor ons om naar de ijsbiome toe te gaan en daar verder te minen? Ja, want ik heb een ijsbiome hiernaast hoor en daarmee kun je gewoon dwars ijsblokken minen, ja? Nou, ik ga het maar proberen, hè. Maar ja, het probleem is, ik heb naar jou om advies gevraagd. We dragen een Leroy. Wat kan er misgaan? Leroy Jenkins. Maar ik moet naar bed. Doei, Doris. Doei, I'm Jotion Gaming. Tot de volgende keer, ja. Ik hoop dat je er dan weer bent met onze livestreaminator. Oh, dat is niet goed voor mijn stem. Oh, dan moet je een beetje met die stem gaan oefenen op een andere manier om hem te krijgen. Als je last van je stem krijgt. Ja, weet ik. De truc bij voice acten, en trouwens Jotion Gaming wel rusten. De truc bij voice acting is, je houdt de paraplu vast in je hand en je staat gewoon heel eventjes daar. Nee, dan is het van om de stem die je doet, om je eigen stem eigenlijk een beetje te krijgen. Dus zoals dat ik nu met jullie aan het praten ben, als ik dan een andere stem doe, moet dat net zo normaal zijn als dat ik normaal met jullie aan het praten ben. Dus ga ik bijvoorbeeld zo deze stem even veranderen naar deze stem. Moet dat gewoon heel normaal voor mij kunnen klinken. En dan kun je zo'n stem gewoon hartstikke lang volhouden. Dat deed pijn aan mijn oren. Dat is simpelweg bij mij met de hoge stemmetjes. Die kan ik makkelijk een hele dag volhouden zonder überhaupt het gevoel te hebben van dit doet last aan mijn stem.
In ieder geval, die stem, dat was Krapnagel van Alfred Stokesquak. Voor mensen die dat niet weten, dat is die een kat, weet je wel, een krapnagel. Ik ben bang dat de meeste mensen in de chat geen Alfred Stokesquak hebben gezien. Oh, kom op, dat is nog steeds een legende. Helemaal van Veen, iedereen die kent hem. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben gewoon te vrolijk. Dat is toch tot in de kraai, tot die, die kraai Hitler voor moet stellen? Kom op zeg, dat is een meme geworden zelfs. Ja. Moet hij Hitler voorstellen? Ja. Ja, dan heb je Dolph. Hallo, hij heet Dolph, daar begint het al mee. Nee, dat kan ik niet goed vinden. Nee, hij praat niet met een Duits accent, gelukkig. Dat dan weer niet. Nee, dat hadden ze nog bij moeten doen. Dus ze beginnen met een kraaienpartij en weet ik het allemaal nogal meer. En dan hebben ze een eigen kreet in plaats van tot ze dan dus, die Hitlergroep doen, hebben ze dan Dolf is rechtvaardig. En dat moeten ze maar verplicht zeggen, want anders ben je strafbaar. En neemt de hele wereld ondertussen daar, of neemt heel groot waterland, zoals dat heet, over. Dus... Maar het was wel heel erg... Oh, crap. Dat was ik vergeten. Het is ook echt een erg karakter eigenlijk, Dolle. Ik was even vergeten hoe hij eruit zag, maar hij is inderdaad echt gewoon... Als kind vond ik hem al een kloot viool. Ja. Ja, maar... Op een of andere reden doet me dat nou denken aan Adolfje Weerwolfje. Nee, het is een kraai. Nou, om de weg makkelijker te maken voor de volgende keer... Door de elevator hier. Oh. Als je namelijk een touw naar beneden laat hangen daar. Ja, dan weet ik. Dan komt er geen spinnenweb meer. Ja. Maar ja, sowieso vind ik het niet erg als ik daar opgevangen word. Want ik heb nog steeds falling damage. Klopt. Dus is wel handig. Plus. Oeh, ik zie goud. Is goud nog ergens aan? Ja, goud is trouwens tot nu toe nog steeds wel erg een handige resource. Goud is goud. Met goud kun je ook King Slime bijvoorbeeld oproepen. Ja, daarom. King Slime is eigenlijk oorspronkelijk de eerste baas waar je mee wil vechten. Ja. Iedereen denkt Eye of Cthulhu, maar eigenlijk is het King Slime. Ja, want King Slime kun je al volgens mij vanaf het eerste punt krijgen. De eerste... Nee, ik zie het net trouwens. Volgens mij de eerste dag kun je... Of... Na de eerste nacht kun je al een slime brain krijgen. Alleen, er kon geen trappen spannen in verband met... Ik ga toch even... Waar is mijn danger sense? Nee, ik ga dat risico niet nemen. Wij gaan heel even terug. Door de elevator naar beneden ben je zo. Daarom dus. Ja. Dus, ja, maar ik weet niet of er inderdaad heel veel mensen zijn die met nostalgische televisieseries zijn. Want ja, ik ken al Stitch ken ik heel goed nadoen, want dat vond Bob zelf al. Dus dat was gewoon echt Stitch versus Stitch. Dat was zo hilarisch, dat vergeet ik nooit meer. Dat was op Abu Nai was dat, geloof ik. Ja. Toen was er een hele leuke interactieve panel... Waar we niet te veel over mogen zeggen. Niet? Nee. Mocht zelfs niet op Facebook geplaatst worden, omdat ze nemen dat... Ze hebben dan zelfs tot ze risico nemen van... Tot ze dan hun vak misschien zelfs kwijt kunnen raken. Dus... Oké. Okay. Dus zo min mogelijk details. En Waar hebben we het over? Over voice acting. Voor mij, je was net in die... Het is de laatste bruine... Nee, ik wil eventjes mijn klimmende zooi heel eventjes eerst even opruimen. Oh, nou, sorry hoor. Ja, schaam je. Het spijt. Sorry. Ja, jou vergeef ik al niet meer. Je vergeet me niet meer, dat is nee, spijt. Ik vergeef je niet meer. Vergeten graag, maar vergeven, nee. Ja, maar als je me niet vergeeft, kun je me ook niet vergeten. Anders als je me vergeet, ben je net vergeven. Dus, maar goed, in ieder geval, Stitch kan ik goed nadoen. K, dat is ondertussen een bekende stem. Nou, stemmen die ik zelf heb gedaan, zoals McFlurry, Leafion, zoals dat jullie hem kennen. Waarom loop ik mijn elevator gewoon helemaal... Ja, wat doe je? Ik heb geen idee. Dit is de eerste keer dat ik een elevator in mijn huis heb. Ja, ik maak hem altijd in mijn huis. Ja, dan moet jij werken. Maar ja, dat is het grappige. Je hebt het al een keertje binnen gehad. Dat was mijn dood geworden. Maar ja, dat verklaart waarom hij constant dood ging als je niet door had dat hij in het huis zat.
Ik zit nou aan dat andere nummer te denken van Mary Poppins eigenlijk, als ze dan zo dat die tekening in zitten te springen of zo. Maar je weet het, hè? De ene is een dood, dus de ander is een brood. Later was hij een bakker, dus we hebben allebei niet meer. Het enige wat ik nu echt alleen maar denk, under my umbrella. Nee, het is the umbrella. For umbrella's sake. Dat is dat glimmende rode spul, is dat redstone? Nee. Nee, dit is geen Minecraft, Frido. Wat is er een rode steen? Doe eens wat onderzoek en koop het spel en ga het spelen. Ja, echt serieus, dan ga je het nog vergelijken met Dead Road to Canada. Maar dit is toch Dead Road to Canada van het spelen zijn? Ja, inderdaad, want er zitten zombies in. Ja. Waar is TLB? En we zijn onderweg naar het land van IJ. Grunt, grunt, flex, flex. Flex. Yeah. Ik mis hem nog steeds. Ik vond nog steeds geniaal dat er fanart voor gemaakt was. Ja. Oh, dat was ook een geniale stream. Robin moet een geniaal liepen door het bos heen. Jodela, jodela, wat een mooie dag. Zo. We zijn weer terug. Weg. Je hebt alleen blijkbaar je helftveter iets scheef gebouwd. Ja, dat zag ik ook al, maar dat kan nog altijd gepikt worden zodra dat. Ben je al helemaal naar de helft geweest? Oh, oké. Okay. Nee, want hier hadden we alleen maar koud gepakt. Toen zagen we in één keer een trap. Maar daarboven ligt ook nog iets. Dus wat ik nou ga doen is heel eventjes op B drukken. Waardoor dat we alle trashjes kunnen zien. En alle dangers. En alle traps. Want ijs is nog gevaarlijker, omdat je hebt hier ook namelijk valtraps van... Hoe heet dat? Dat je door ijs heen kan zakken. Dus... Ja. En waar we op zoek naar zijn, dat is de goud, zoals ik hierboven nou zie. Goud is heel belangrijk. Life crystals zijn heel erg belangrijk. En kistjes. Ja, kistjes voor de ijsmachine. Of de ijsmachine, is leuk. Daarom zijn kistjes zo belangrijk. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg belangrijk Nou weet ik niet meer. Iets wat nog belangrijk. Het is belangrijk. Oh jeez! Volgens mij zit je in de buurt van een granite biome. Ja, dat is eigenlijk wel handig, want ik wil granite stuff ook hebben. Ik heb het idee dat hij rechtsboven zit. Ja. Ik heb het idee dat hij rechts zit. Ik zie een life crystal, dat heeft even voorrang. Maar deze gasten die zijn leuk als je dat geluid wat ze maken als je ze overtrapt. Dus ze hebben een grappig geluid inderdaad. En ik kan me voorstellen dat als dat geluid gespamd wordt dat hij leuk is. Maar ja, helaas, ga je dat op Skype niet horen. Nee. Maar ze doen wel pijn. Nou, het probleem is, waar ik heel erg bang voor ben, is ik weet net dat ik hier door het ijs heen zak. Dus ik ga heel voorzichtig richting die hard crystal. En oh! Durf ik dit? Ik kan niet boven hangen. Ah. Oh, nou ja, boy. Je kan het vrij veilig kan je doen, inderdaad. Kijk, ja. Dan heb je wel gelijk de... Nou, het is geen 100%, want we spelen niet op expert. Oh ja. Nee, dan heb je dus dat geen 100%. Maar dan open op de 50. Nou, dit gaat even duren. Ah, valt wel mee hoor. Op zich, nou, de kist kijken duurt langer. Hoeveel AP heeft die? 500, hè? 300. 300. Oh, dat valt wel mee. En... De bitch dropt hem nog niet eens. Je zei het B-woord. Ja, hallo, waarschuwing, hè? Dus, Je zei het B-woord, je zei banaan. Het F-woord, familie. Familie, programma is familie. Maar om weer heel even terug te komen, dus inderdaad over voice acting. Met stemmen kun je heel erg veel doen, want op het moment dat je dus een stem goed vast hebt, kun je heel snel overstappen naar een andere variatie van die stem, waardoor dat je weer een hele andere stem hebt gemaakt. En dat maakt voice acting superleuk. Ja, maar... Wat is een B2? Oh, echt, er hebben er wel twee in zitten. Je hebt het over de papegaai. Je klinkt als die papegaai met die stem. De papegaai heeft in zijn pakje 120 gebelde pinda's. Ja, ik heb er wel goed een hoge status. Vijf.
Nou, weet je wat het allerergste is? Dat is gewoon echt super irritant. Mijn zwager, die kan SpongeBob echt op key nadoen. En dan denk je bij je eigen... Oh, dat is grappig. Nee, dat is super irritant. Kun je nagaan dat je dus constant hoort... Ben ik klaar voor? Ik ken het stemmetje gelukkig niet, maar... Hey Octo! Octo! Clever, clever. Ja, dat doet hij dus heel vaak, dat hij echt zwaar kan... Hey Octo! Dan zitten wij al gewoon te cringe, weet je. Heel krabburger, meneer. Oh, laten we er maar over ophouden, want echt serieus, ik cringe me eigenlijk helemaal kapot. Hey Octo! Hey Octo! Hey Octo! Wat? Hi. SpongeBob, ik hou niet van krabburgers. Niemand houdt niet van krabburgers. Niemand houdt niet van wat? Ik heb geen ziel. Mijn hart is een steen. Nou, ik vind dit eigenlijk best eng. Kiesje. Yeah. And in the end, everybody dies. The end. Oh, we hebben een nieuw zwaard. We hebben de Leeuw. We hebben de Magic Mirror! Yay! De Magic Size. En we hebben de Lazy Ice Blade, maar dat maakt niet uit. Hij is in ieder geval sterker dan ons cactus zwaard. Dat ja. But in the end, it didn't even matter. Ja, yeah, he had to fall. To lose it all. Is dit foreshadow? Pas op met wat je zingt. Ah, het wordt in één keer pikken donker omdat mijn shine potion uitgewerkt is. Is dat foreshadow? Nou, ik weet wel dat als ik nou nog één part container gebruik, dat dan de Eye of Cthulhu gewoon kan spannen wanneer dat hij zin heeft. Is dat foreshadow? Shut it. Hey, kijk, een life crystal. Hey, kijk, een life crystal. Hey, kijk, hoofdpijn. Waarom is het zo donker? Omdat het licht uit is. Omdat ik mijn ogen dicht heb? Nou, het probleem is, ik zit nou de hele tijd in mijn hoofd van... Oh ja, wacht eventjes, ik kan er gewoon naartoe met een double jump, maar ik heb geen double jump. Waarom niet? Nou, je hebt een goede grappling hook. Ja, maar het zit hier vol met ijs, hè, dus je kunt heel erg snel diep zinken. Oké, dan, granted, je hebt kistje. Hier... Hé, wat? Vissen? Kist, ja. Waar? Is het geen kistje? Daar rechts. Helemaal rechts. Nee. Dat is geen kistje. Oh, leek op een kistje. Sorry. Dat zijn potjes. Geloof Frido nooit. Tuurlijk, in potjes zitten ook wel wat dingen, maar die zijn niet interessant. Oh jongens, ja, maar... dit is echt gevaarlijk, want ik heb hier de armor gewoon nog niet voor. Maar... hij die geen risico durft te nemen, komt nergens. Maar hij die te veel risico neemt, die komt ook nergens. Nou, die komt wel ergens, maar dat is dan zijn final rustplaats. Wow, een dart trap onder water. Ja, dat heb ik wel vaker gezien. Nou, die kunnen soms het meest irritant zijn, want die zijn slechter zichtbaar. Ja, daarom. Dat is iron trouwens, jongens. Daar krijg ik mijn planken tijd niet voor. Daarboven is volgens mij goud. En hoe gaaf zou het zijn als we gouden armor... Als we gouden armor hebben, dan zitten we eigenlijk best goed. Dan moet je daar wel aan kunnen, toch? Ja, we kunnen gewoon daar dan boven minen. Even kijken, we hebben geen splank poosje meer, maar we hebben genoeg andere rotzooi, dus. Tenminste, ik denk dat dit goud is hoor, ik weet het niet zeker, maar het zou zo kunnen. Is dat vrij slecht te zien? Met planker is alles moeilijk. Nee, het is goud. En hoe mijn je goud? Met explosies. Beste manier om te minen. Nou, dan moet je een keer bij een 24 uur livestream zijn. Die zijn lang. Nou nee, het is inderdaad een behoorlijk lange livestream die we hebben. En, oh, dit ding was vol automatisch. Ja, dat was ik even vergeten. Ja, maar het is niet zo lang als jouw snor. Mijn snor is pas geleden gereset, dus zo lang is mijn snor niet. De vorige snor. Ik hou hem altijd wel echt netjes bij, hoor. Oh. Nou ja. Die heeft waarschijnlijk een lange weg gegaan, inderdaad, nadat hij weg was. Ja, dat is Vex Norweg. Wat is Norwex? Nee, dat is Vex Norweg. Ik zie volgens mij... Oh nee, is deze gelinkt daar naartoe? Ik weet het niet, maar ik vind die switch daar heel gevaarlijk. Volgens mij is die switch voor de Dark Trap. Ja, maar dan toch is die nog steeds heel gevaarlijk.
Wat is de beste manier om van je hoofd weg te komen? Hè, wat? Niet naar een scherm kijken. Ja, eigenlijk is dat wel het beste. En niet naar een scherm kijken en rust nemen. Lekker gaan slapen. Dat helpt ook. Nou ja, je kan ook, ook het onderdeel dat pijn doet gewoon weghalen. Dus ja, je hoofd eraf halen. Oh ja, en goed drinken, dat is ook heel belangrijk. En je hoofd eraf halen, dat kan ook. Ik ben het helemaal mee eens. Ja, maar Little Rough, is je vink? Nee, luister naar Mumee. Mumee weet het. Twijfel jij nou zomaar aan de Mumee? Nee, dat doet Mumee dagelijks zijn hoofd eraf halen, maar... Nee, ik heb het maar één keertje gedaan en ja, dat menselijke hoofd was zo vervelend, constant hoofdpijn. Dus ja, ik ben gegaan voor een Magikarp hoofd. Sindsdien nooit meer hoofdpijn gehad. Af en toe een droge mond, maar... Maar het is veel te gezellig, ja, dat... Een hele vieze kont. Zo, taalgebruik. Kistje! Een taalgebruik. Oh, het is bommen! We hebben de bomstatue! Blizzard in a bottle! En nog een Magic Mirror. Bloopy! Nog een kistje. Nog Bloopy een potje. We staan hier niet. En wat is er voor een spel? Nou. Een spel zonder Bloopies. Maar er zitten wel pieces of hard in. In de vorm van steentjes. Hetzelfde. Nee. Nee, dat is niet hetzelfde. Je snapt er echt helemaal niks van. Leg het dan beter uit! Nee, je kan ook je eigen research doen. Google is jouw friend. Ja, maar... De laatste keer was Koffie niet zo aardig tegen mij. Dokter Mumee. Ja, en ik weet het beste medicijn. Gewoon je hoofd eraf halen. Matana. Ik zeg toch altijd als je last hebt van... Hey, goed 10 minuten je adem inhouden, heb je er nooit meer last van. Nee. Ik kan mijn adem maar 9 minuten en 5 seconden inhouden. Ja, maar dan zul je toch weer last van de hik krijgen. Ja, dat is dus kies het delen. Ja, maar daarna ben ik, zeg maar, dood en dan adem ik niet meer. Dus ja, dat is de grap, slimmerik. Ja, maar dan kan ik het dus ook niet meer inhouden. Ja, dus, je hoeft het dan ook niet meer in te houden. Nou, 9 minuten... Maar je moet het 10 minuten doen. Ja, maar als ik 9 minuten 5 seconden doe, dan kan ik hem daar niet meer inhouden, dan ben ik al dood. Dus die 10 minuten redden. Nee, dan ben je niet dood, dan hou je nog steeds je adem in. Probeer jij maar eens 10 minuten je adem in te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Oké, om 10 uur horen we je adem, Frido. Hij mute gewoon zijn microfoon, kom nou toch, zeg. Ach. We hebben het hier wel over Frido, hoor. Ja, het enige wat hij kan is wijzen. Dat is wijs. Best wel. Oh boy, dit is een hele gevaarlijke klim. Maar ik heb nou een blizzard in een bottle. Was alles maar wijs, dan leef je nu in het paradijs. En je hebt grappling hook. En je hebt de climbing gear. En je hebt... Geen glow sticks. Geen glow sticks. Nee, want die zit in het kistje, verdorie. Hé, hey, mijn tijd klopt helemaal niet aan mijn computer. Die loopt 10 minuten voor. Dat is beter dan een uur. Ja, het kan ook 12 uur zijn. Het is nu 10 uur bij mij. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb totaal geen last gehad eigenlijk van een jetlag. Maar dat heeft ook te maken met dat ik heel slecht geslapen heb voor mijn werk. Jetlag, waar ben je naartoe geweest? Canada. Naar de wintertijd. Oh, ik dacht je naar Canada was geweest. Nee. Niet! Ja, nu klopt hij weer. Hij zat in Spanje. Nou, dankjewel Pluto. Nee, die livestreams van Stevie die zijn zo saai. Dan ga ik gewoon in bed liggen, dan hoor ik die livestreams van Stevie, val ik zo in slaap. Je bent eigenlijk gewoon een ASMR. Nee, ik snap wat je bedoelt. Maak je daar absoluut geen zorgen over. Ik zit erover te kijken, hè Pluto, dat weet je. Je weet het niet serieus nemen. Maar Pluto, ik raad echt aan. Gewoon, ik bedoel, dit is het laatste avontuur. Onze inventory, als die vol zit, dan gaan wij ook weer terug naar huis. Drop alles in onze inventory en dan ga ik aan de zup. Oftewel, dan is het ook einde livestream. Want dan kan ik heel eventjes nog met buddies ook nog even verder praten. En we hebben nog het een en ander nog te bespreken, dus... Ik zou zeggen, ga lekker slapen en kijk het later terug op YouTube. Oeh, de snowball cannon. Ja. Of je kan het ook terugkijken op Twitch. Ja.
Als iedereen wijs zou zijn, zou in ieder paradijs zijn maar het paradijs. Hoor je die krekel ook? Echt serieus, joh. Ik zorg dat ik de volgende keer zo'n apparaatje die het geluidje maakt, niet als ik een grap maakje kon maar afspelen. Nee, want dat is zwaar hinderen. Ja, maar zeker als jij daar de controle over hebt. Ik ben... Hij zegt het nu zelf. Ik ben zwaar hinderen. Wat doe jij hier? Wie ben je? Waar gaan we naartoe? Waar komen we vandaan? Ja. Oh, ijstoortjes. Die wil ik eigenlijk niet gebruiken. Ik wil wel mijn vuurtoortjes gebruiken. Dan moet ik ze eronder zetten. Dan... Oh, nu Pluto, okay. Wetenschap. Lekker rustig aan doen. En slaap lekker. Misschien komen wij hier. Slaap vervelend dat jij het lekkerste vindt. We will hunt your dreams. Wow. Boom. Zonder vuurbal, jong. Wat? Bam! Meneer, weet u waar Schijndel ligt? Nee. Ja, ik weet waar Schijndel ligt. Nee. Nou, nu ligt het er niet meer. Sorry. Nee, alsjeblieft zeg, kom op. Die grappen van die film, die waren echt gewoon super slecht. Ja, yeah, I know. Dan vind ik die van Lubach vind ik dan leuker over Oz. Ja, want ik ben de Wizard of Oz. Is het niet heel New Kids een beetje slecht? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, soms waren ze wel grappig, maar... Nou, het probleem is... omdat, ja, ik ben zelf Brabander, weet je wel, dus... Sinds die film, en dat is dus het grootste probleem... Iedereen denkt dus dat echt alle Brabanders zo asociaal zijn. Nou, zijn alle Brabanders wel asociaal, maar niet zo erg. Nou, niet iedereen loopt de hele dag met verrekte hum te roepen, dus... Nee, tegenwoordig helaas erger, maar... Ja, dat is waar. Maar dat doen ze overal. Ja, en een eigen dialect, hè, dus... Oké, dit is ook weer een gevaarlijk plekje, maar we gaan er gewoon in duiken. Oké, hou je HP in de gaten. Niet bang zijn. Nou ja, voor mij mag je best bang zijn, hoor. Nou, niet doodgaan. Oh, zolang je maar overleeft, inderdaad. You will not die. Nee, ik moet niet schrikken. Ik ben Leroy, hè, dus niet schrikken. Lava! Hou niet van lava. Hey, een hoplied, pas op. Zie ik daar nou een diamond zitten of ben ik nog een blind? Of weet ik niet wat diamond is? Jij weet vast en zeker niet wat diamond is, want jij zit nog steeds met Minecraft in je kaas. Kaas van kaas. Hé, dat lijkt me vies. Dit is een diamond. En dit is een bucket. Dear God. Je weet dat als je dat gebruikt, dat je dat ding kan spawnen, hè? There's more. Ja, dat weet ik. Maar ik moet die toch oppakken of niet dan? Dag zwaardje. Dag cactus zwaardje. Wacht, is dat ook vanuit? Je was weer nuttig, ja. Ja, we hebben een ijsblade gevonden, dus. Maar zo te zien is het dus ook een andere biome in de buurt. Ja, de marble biome. Ja, maar die is omhoog, niet omlaag. Niemand houdt je tegen. Nee, dat is het probleem. Iedereen die zou dan moeten zeggen van nee, inventory zit vol, wegwezen. Daar wou ik genoeg zeggen. Hou me tegen dan. Hou me tegen. Het is genoeg. Je inventory zit vol. Je moet het op dingen weggooien. Ja, maar dat is het probleem. Ik luister niet naar jou. Ja, Erik. Ik ben de wijzige stem in zijn hoofd. Gewoon doorgaan. Ja, maar dan komt Erik aan. Zit er nou ook nog een huisje? Je gaat het niet redden, jongen. Je HP. Wat is er mis met mijn HP? Oh boy, de Danger Sense Potion is uitgewerkt nu. Oeh, spannend. Het doel was om eerst heel even naar hel te gaan. Nee, dat was het doel niet. Jij probeert me echt dood te krijgen, hè? Nee, ik probeer je naar hel te krijgen. Door me dood te laten gaan. In hel kom je toch wel. Nou ja, de hel is hier niet dood. Ah nee, wacht, de Danger Sense Potion werkt nog wel. Oké, dus... Dit is gewoon veilig nog. Hier zit gewoon helemaal niks. Wel veel goud, Frido. Wel veel goud, Frido? Nee, niet voor Frido. Oh. Mocht hij willen. Wat? Ik zie mijn eigen trouwens nog op, tot ik mezelf oplaad. Nog erger. Oh, dat zou zo... stom zijn.
Nou, SO volgens mij doet het een explosie maar iets van 80 damage of zo. Ja, tenzij het zo'n explosie. Ik wil dat je niet inderdaad. Tenzij het zo'n explosie is die al in de grond is geplaatst. Ja, zo'n staafdynamiet. Ja, ja dat is... die zijn ook hele extreme explosies. Ja. Nou, ik hoef in ieder geval niet bang te zijn tot Medusa hier spannend dus. Nee, dat scheelt. Oké. Nou, trouwens, ik heb de double jump, dus ik moet niet vergeten, ik heb een double jump. Je had toch geen double jump? Jawel. Ja, nu wel. En je hebt een parapluutje en je hebt Nou, het is heel druk met vijandjes. Ja, er zit een hoplied en weet ik het allemaal. Ik vind het gewoon een leuke landje. Steve, deed je vroeger aan sport? Zo ja, welke? Nou, ik ben niet echt een sportman geweest. Omdat, ja, ik ben nogal veel gepest geweest vroeger. Jammer genoeg. Daar ben ik gewoon echt heel open en eerlijk in, dus Achter je. Wat achter me? Die is al dood. Oké, dat is goed. Ja, je hebt een vertraging. Ik was vergeten dat ik niet meer via Ja, dat kan lastig zijn. Screenshare mee zat te kijken, dus dat is de delay. Voordat jij achter je zegt, is die al dood inderdaad. Ja. Kijk uit voor die bol! Oh, daarom zit je zo te schreeuwen. Ja, want met screenshare is de delay, zo'n 2 seconden of zo. En via Twitch is het 20 seconden. De 15 seconden. Ja, jongens, in ieder geval, wat voor sport dat ik inderdaad heel erg veel deed. Ik heb heel erg veel gezwemd. Is het niet gezwomd? Nee, gezwemd. Oh nee, hij was frozen! Oh, nee, God, dat is de gevaarlijkste debuff ooit. Nee, gezwemmen. Gezwampt. Gezwemmen. Ik heb gezwemmen. Ah, ja, gezwampt. Volgens mij is het gezwampt. Gezwampt? Ja, gezwampt. Je bent gezwampt. Doe je dat in moeras? Dat kan. Of in een boom. Ik wil marble blokjes! En ik wil graag promotie. Ik krijg je niet allemaal winnen. Oh jongens, mijn HP gaat weer echt hard. Ha, grappig, want het zijn hartjes. Wat kan ik even nog wegstouwen? Ik heb die borrel moet ik weg. Ik wil de marble blocks. Nou, ik denk dat we op zich best wel veel hebben gehaald en we hebben het overleefd. Dus misschien is het inderdaad een goed idee om gewoon te zeggen van nou, de inventory zit vol, klaar, wegwezen. Ja, maar je hebt nog niet echt het geweest. Duurt eventjes, wel. Hij ziet het nog niet jongens. Ik heb al lang op het knopje gedrukt. Nou ja, dan kunnen we weer even een half uurtje inventory management voordat de stream eindigt. Even kijken. Zooi. Sessories. Zooi sessories. Deze bij. En deze die mag erin. Jij krijgt een BNB. Jij krijgt een BNB. Yay! Ik wil een BNB. Onzin, zooi, oftewel wapens. Want ja, de Rapid Snowball Gun is op zich best wel heel erg makkelijk. Maar aan de andere kant heb ik eigenlijk ook zoiets van de Life Crystals. Ik zou ze eigenlijk gewoon moeten gebruiken. Komt de Eye of Cthulhu? Dat is eigenlijk de leuke uitdaging. Ja, ja maar dan doe ik dat expres pas bij het begin van de volgende livestream. Die morgen plaats kan vinden, omdat ik morgen live zou gaan. Ja. Maar dat lijkt me een leuk idee voor morgen. Dat zeker. Natuurlijk onderweg naar morgen. Want qua spullen, dat zou je nu makkelijk aan moeten kunnen. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Totdat je 200... begint. Nee, alsjeblieft stoppen. Stop maar, het is goed. Het is oké. Okay. S'avonds bloeit de liefde op. Oh, ga door. Ik kom er dadelijk in met mijn zware stem. Ga maar door. Elke ik weet het echt de tekst niet meer. De wereld lijkt ineens gelukkiger met alles wat hier ligt. En dan komt hij. Ik wil en hem is dood. Hij er verliefd op haar. Neem dan van. Ja.
Een schone tijd met ons komt nooit meer terug. Het is met hem gedaan. Dankjewel, Bowser trouwens. Maar... ja, dat is als Mario en Peach echt wegrennen. Dear Mario, fuck you. Zo. Ja, hey, jongens, staat een... Ik... Je wilt dat ik geen sorry meer zeg, maar je zit elke keer als ik het zeg, zo. Het is... Ik wil gewoon dat je het niet zegt. In een ander kasteel. We kunnen het gewoon niet kunnen. Nee, dan krijg je dood. And your princess is in another castle. La 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 la. Hi Mario. Mario. Nee. Mario! 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 Oké, dat lachje. Neelt het lachje. Ja. Een Magic Mirror. Verkopen. Nee, IJsmirror. Even kijken, nee, want dit is allemaal nog inventory management. Dat kan allemaal hierin. Even kijken, waar hebben we de drinkbare troep? Troep voor drap, drinkbare troep. Hier hebben we hem. Want dan zet ik de life potions even daar neer. Want ja, we hebben ook al de healing potions van 100 HP. Maar die wil ik nog heel eventjes bewaren. Want hier heb ik net al helaas een beetje een paar verbrast. Danger sense potions. We hebben diamond! Nee. Yay! Een 1! Ik kreeg een 1! En ik denk dat ik eigenlijk gewoon voor golden armor moet gaan. Want echt serieus, hoeveel gold dat we ondertussen wel niet hebben. Maar maakt het uit dat we geen setje hebben? Het gaat niet om een setje. Het gaat om de defense. Ik wil er geen extra mode spelen. Even kijken, wat is het verschil? Oh ja, je bent een annoying zilverbow. Ik wil een betere bow. 12 rood. Hoppakee. Gewoon gold bow. Klaar. Geen gezeur, een lassiehond. Chainmail. Doe maar. Doe maar een gouden chainmail. Dan hebben we genoeg. Hebben we al ons goud ondertussen bijna een beetje verbrast. 14 defense. Daar zullen we zeker een eerste baas mee aan kunnen. Zeker weten. Echt waar, echt waar. Geen grapje. Zeker weten. Echt waar. Yeah. Oké, dag! En dan de volgende dag toch doen. Drinkbare troep. Weet je wat dat betekent? Dat jij een maffia bent en ik niet. Dat weer toch? Ach, ga schet toch uit. Hij leeft in jouw hoofd. Nee, kijk mee. Welkom bij Terraria, let's quote The Lion King. Let's quote. Hoog tijd dat ik met jou een harder woordje spreek. Ja, maar als die... zodat ik koning ben. Je hebt nog een lange weg te gaan, jongeman, als jij denkt. Dan, jij wordt pas een heel zielig koninkje. Alles wat je hier in het verlichte gedeelte ziet, ja, is... Ja, en dan moet je doen wat ik je zeg. Maar zie dat donkere gedeelte links onderin? Dat is onbekend gebied. Daar mag je nooit naartoe gaan. Nou, we hebben best veel geëxploot. Frido, leer jij nou eens eerst meer over deze game voordat je je bek opentrekt. Simba, je bent mij vergeten. Je bent vergeten wie je bent. En daarom vergeet je mij. Nee, dan blijft toch die andere Simba. Wat heb je gedaan? Natuurlijk niet. Jong. Niemand wil toch ooit dat zoiets gebeurt. Maar de koning is dood. En als het niet aan jou lag, leefde hij nog. Wat zou je moeder denken? Echt, serieus? Wie heeft dat ingesproken? Wat moet ik dat doen? Weg, Simba. Ren weg. En kom nooit meer. Ik sta er nog steeds van te kijken hoe dat gewoon door de censuratie heen is gekomen. Ik bedoel, serieus. Je geeft toch zo'n kind een trauma van hier tot mijn kinder. Alleen maar voor je snode plannen. Ik bedoel, ik weet het, Disney, bla bla bla, maar toch. Het zal je eigen oma zijn. Nee, ik word toch oom? Ik word zo'n oom. Ja? Ja. Als mijn neefje dan inderdaad zijn bordje niet leeg heeft gegeven. Nuno, wat heb je gedaan? Wat heb je niet gedaan? Nee, gewoon wat heb je gedaan? Ik heb mijn bordje niet leeggegeven. Natuurlijk niet, kleine jongen. Niemand wil toch dat jij dat eigenlijk zo laat staan. Maar je laat het nu staan.
Maar en je toetje niet aan jou weg. Lag, was hij nou leeg geweest? Maar je toetje is weg. En als het aan jou lag, had je hem nu. Oh, ik had cadeautjes voor je. Wat moet ik nou doen? Ga weg. Serieus, ga gewoon naar huis. Ga naar je moeder. Ga je moeder pesten. Suus, jouw probleem. Oh, wat erg. Gelukkig dat je zus niet in deze chat zit. Die lacht net zo hard mee eigenlijk. Ja. Suus. Dus, nou ja, tenminste, als de bevalling er nog niet is, dan is er de tiende bij, maar... het kan echt ieder moment gebeuren nu, dus... Oh, leuk. Wat is er de tiende? Mijn verjaardag. Dat ik hem vier met vrienden. Oh ja, dat weet ik niet. Ik ben niet uitgenodigd, dus... Netflix staan! Dat was de hint. Nee. Nee. Waarom hebben we het nou gezegd? Frido, het is een beetje te lastig om... Maar wil jij dan komen, Frido? Nee, laat maar. Ik moet nog oh nee, tuurlijk niet. Ik ben niet goed genoeg voor je. En dat is de reden dat je niet uitgenodigd bent. Nee, als ik niet al uitnodigd was, dan doe ik het nu niet daarom, nee. Oké, giveaway voor de chat. Nee, grapje. Wie wil nog dan komen? Ja. Er is nog één plek over. Ja. Niet de mafketels. Jongens, we hebben de editor hebben gekleerd. Ik ga er een einde aan breien. Ik dank jullie voor deze geweldige livestream. Echt, hoe dat we zoveel views hebben gehaald, daar sta ik nog steeds van te kijken trouwens. Wauw. Ja, volgens mij een record van 175. Maar het belangrijkste is dat we het zo gezellig hebben gehad. Iedereen enorm bedankt daarvoor. En vergeet niet, morgen gaan we nog steeds verder. Want morgen was oorspronkelijk de dag dat we echt zouden gaan livestreamen. Dus we hebben nu een begin gemaakt. Kijk hoe ver dat we met deze hardcore gaan maken. Dit wordt de serie. Mime heeft eventjes in de chat naar de officiële Discord neergezet. Daar ben ik ook altijd nog heel eventjes langs om te babbelen. Maar nu, laat het drank wezen. Sorry voor de grove taalgebruik. YouTube, 3 parten denk ik ondertussen. Maar dat heb je met livestreams. Livestream staat natuurlijk in de chat. Ja, we zijn 5,5 uur live geweest. Er zijn echt gewoon bijna 2... Het zijn 3 video's van 2 uur ondertussen. Dus, maakt niet uit, Astafa. Je bent heel erg lang geweest. Het was hartstikke gezellig. Dus, tot ziens. Tot morgen. Doei! 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 Je kookt over! Je kookt over! Stop hem! Stop hem! Ja, zo, luchtalarm! Wat doe ik hier eigenlijk? Oh ja, dit is mijn verjaardag lul, daar. Ha 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 ha